hele goede middag op deze woensdag. Het is 16 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Laten we gelijk even beginnen met de persconferentie van gisteren. Ik vond het allereerst best wel rustgevend dat het nu door één persoon gedaan werd. Want je hebt gewoon één persoon waar je naar luistert en dat vond ik op zich wel heel fijn. Ik heb ook wel een beetje gemixte gevoelens bij de persconferentie. Want Nederland gaat hier van het slot, voor heel veel mensen heel fijn. We gaan eigenlijk weer terug naar hoe het was. Ik zou er heel erg aan moeten wennen, maar dat is gewoon heel persoonlijk. Ik zit nog zo in mijn hoofd met hoe alles nu is en ik heb er eigenlijk niet echt moeite mee dat ik denk van ik zal toch wel weer heel erg moeten wennen aan hoe het was. Maar dat zal in de loop der tijd ook best wel weer goed komen. Nou ja, we gaan eigenlijk alles loslaten. Mondkapjes niet meer. Je QR-code gaat eraf. 1,5 meter gaat eraf. Maar daar komt ook een beetje de kanttekening. Want dan wordt er toch gezegd, er wordt aangeraden om de 1,5 meter en je mondkapje te aan te houden en je mondkapje te blijven gebruiken. Daarnaast blijf je vaccineren en boosteren. En daar denk ik van, maar wat willen jullie nou? Kijk, die 1,5 meter vind ik prima om te blijven hanteren. Want daar heb ik helemaal geen problemen mee. Vind ik ook wel lekker. Mensen niet zo in je aura komen. Dat mondkapje, daar heb ik wel degelijk problemen mee. Want dat vind ik gewoon echt verschrikkelijk. Dus die zal ik volgende week nog 1 keer dragen met boodschappen doen. Want vanaf 25 februari gaat die eraf. En daarna ga ik hem ook niet meer gebruiken. Ik zal ze uitwassen, ik zal ze netjes opbergen. Ik hou het wel een beetje in mijn achterhoofd dat er ooit nog weer een tijd kan komen dat je misschien toch weer teruggaat naar meer regels en dat je ze misschien weer nodig hebt. Dus ik zal ze netjes opbergen, maar ik ben dan niet van plan om ze weer te gaan gebruiken voordat het echt weer een moeten wordt. Daarnaast denk ik, ja, met dat vaccineren, kijk, je hebt straks je QR-code niet meer nodig, dus waarom zien mensen dan nog het voordeel om zich te vaccineren? En dat komt vooral omdat ik in het nieuws de laatste tijd ook heel erg heb gehoord dat mensen zeiden van ja, ik heb maar even snel mijn booster genomen, want dan hou ik mijn QR-code. Dus mensen hebben het, heel veel mensen hebben het ook puur gedaan voor die QR-code. En dan denk ik van ja, maar dat gaat straks niemand meer doen. Ik denk dat de GGD het dan heel rustig krijgt. Ja, er zullen vast mensen zijn die denken, nou ik voel me er wel heel goed bij om alsnog te boosteren of een vaccinatie te nemen. Ja, dan moet je dat ook zeker doen. Maar ja, ik vond dat toch wel een beetje dubbele punten die ik dan niet zo goed begreep. Maar goed, we gaan zien hoe alles weer afstoomt. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken. Op zich wel leuk. Arjan en Maurice, er is verder nog niet heel veel duidelijkheid over. Ze mochten nog even naar huis voordat ze op huwelijksreis gingen. En ik weet niet of Arjan gaat, eerlijk gezegd. Dat zullen we volgende week zien. Ik moet heel even mijn batterij vervangen. Dus ja, dat was het ook eigenlijk dan wel. Het was verder wel leuk, maar ja, ik ben wel benieuwd hoe dit afstoomt. Ik heb de vlog afgemaakt. Dus die staat mooi klaar. Ik heb foto's bewerkt, dus die zijn ook klaar. We zijn verder gegaan met de sinner. Het wordt nog niet heel erg duidelijk. Maar dat zal in de loop der afleveringen zeker wel komen. En ik heb Witsen gekeken. Dus dat was verder ook wel de avond. Niet heel spectaculair. Ik ga nu even boodschappen naar boven brengen. Want die staan nog. Ik heb nog steeds hele zere voeten. Van gisteren. Dus dat zal in deze dagen ook wel weer opgelost worden. Maar het was in ieder geval wel heel erg genieten om daar weer even te zijn. En goed, dat was heel fijn. Ik ga daarna hier de boel eventjes lekker doen. Eventjes lekker de woonkamer schoonmaken. Overal liggen weer haren van de katten. En daarna ga ik nog even doodles tekenen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Maar ik ga eerst even wat spullen naar boven brengen. Want dat is gewoon wat fijner. Dus het is nu tijd om eventjes wat te gaan doen. Des te eerder ben ik ook weer lekker klaar. Thank you.
Zo, lekker een schoon woonkamertje verder. Ik heb het nou best wel koud gekregen, maar het regent nu ook weer, zie ik. Maar het is fijn dat het allemaal wel weer lekker fris is. En lekker alle kattenharen weggezogen, want ze verliezen heel veel plukken nu. Heerlijk dat de boodschappen ook weer boven op zijn plek staan. Dus ja, was heel fijn. Gelijk weer even wat meer loopruimte, dus ik ben wel weer heel tevreden. Ik heb nog even wat doodles getekend, dus dat vlot ook aardig, gaat ook wel lekker. Dat was ook wel even leuk om te doen. Katjes hebben nu inmiddels hier lekker gegeten. En ja, ik heb de verwarming een beetje aangedaan, want ik had het dus echt wel een beetje fris. Ik ga zo nog even lekker relaxen, dan is het straks douchen en eten. Vanavond gewoon goede tijden en de finale van de Snackmasters. Ze gaan de wokkel maken. Nou, die lijkt mij nog best wel moeilijk, omdat die kronkel erin zit. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Daarna ga ik even Steenrijkstraat Arm kijken, want dat heb ik al opgenomen. Dan kan ik even nog een thumbnail maken en de vlog inplannen. En dan kan ik daarna mooi de Sinner gaan kijken en Witsen. Dus dat wordt het verder ook wel. En ja, hoop dat mijn voeten straks even wat minder pijn doen. En anders ga ik van het weekend toch maar even eeltsokken aantrekken. Want misschien zit er ook wel weer heel veel eelt. Dus nou ja, dan moet ik nog maar eventjes na gaan kijken. Maar in ieder geval wel lekker. Ik heb ook boven even het wasrek verplaatst. Dat scheelt ook alweer. Maar ja, dat is eigenlijk allemaal best wel lekker. Ik ga nu relaxen en ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik heb verder toch niks meer te vertellen wat belangrijk is of zo. Dan ga ik even genieten van het lekkere schone huis. Ik heb ook weer eventjes de verfrisser aangezet. En nu ruikt het hier weer helemaal naar kaneel, appeltaartachtig. Dus het ruikt wel lekker. Ik vind het eigenlijk wel meer een wintergeur. Ja, het is nu nog winter, dus dat kan nog wel. Maar ik vond hem meer voor de kerst. Maar ja, hij is nog niet leeg. Dus we maken hem eerst natuurlijk op. Nou, tijd om te relaxen. Dus tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 17 februari. Ik ben klaargemaakt. Mijn moeder heeft even een coronatestje naar mij opgestuurd. Het feit wil natuurlijk, mijn vader is afgelopen week positief getest op corona. Ik heb hem vorige week nog gezien. Dus hij appte al naar mij, jij mag ook wel even een testje doen. Dus ik had toen tegen hem gezegd, ik heb gezegd, nou, ik heb zondag een testje gedaan. Zegt hij was negatief, oh zegt hij, maar zal het wel goed zijn. Toen zeiden Nathalie en mijn moeder toch s'avonds van, ja, ik zou als ik jou was zondag toch maar weer even een testje gaan doen. Dus ik zei, ja, ik heb die testen niet in huis. Ja, ik heb ze gewoon niet standaard in huis. En ik dacht, ja, ik heb zondag getest. Volgens mij is het dan goed, omdat hij negatief was. Dus toen zei mijn moeder, ik stuurde wel eentje naar je op. Dus die had ze opgestuurd, die was nu binnen. Dus ja, weet je, we gaan het wel zien. Dus ik ga van het weekend nog wel even een testje doen. We vonden het ook wel een prettig idee. Want Nathalie zegt, ik ben zelf niet bang voor corona. Maar ja, ook in verband met lente zouden we elkaar volgende week misschien wel gaan zien. Op de verjaardag van mijn vader. We weten nog niet of dat al doorgaat. Maar zou het wel doorgaan, is het wel fijn als jij... Als we zeker weten dat je geen corona hebt. Dus nou ja, dan ga ik van het weekend wel weer even een testje doen. Ik heb gisteravond de chefmasters gekeken. Ze gingen wokkels maken, maar die zijn ook wel echt super moeilijk om te maken. De chef die ik hoopte dat zou winnen, heeft helaas niet gewonnen. Het is echt een super moeilijk chipje. Er zitten ook weer geheime kruiden in. Dus je weet, kruiden? Kruiden in. Kruiden is geen woord. Kruiden in. Dus je weet ook niet precies waar ze hem mee kruiden dus. Dus nou ja, dat was allemaal een beetje abracadabra. Ze wilde dat ook niet zeggen. Dat vind ik dan wel jammer. Dan denk ik, ja, ik wil het gewoon weten. Maar goed, het was wel heel interessant. Maar ook wel op zich prima dat het nu klaar is. Ik heb Steenrijkstraat Arm even teruggekeken. Was ook wel een hele mooie uitzending. Toen heb ik eventjes een thumbnail gemaakt en een vlog ingepland. Ik heb mijn blogpost geschreven. En toen was het tijd voor de Sinner. Dat wordt deze neemt steeds gekkere vorm aan dit seizoen. En daarna heb ik Witsen gekeken. Dus dat was het ook verder wel. Ik heb lekker mijn boek gelezen en zo. Maar ik heb een beetje last onder mijn oog. Het doet een beetje zeer. Die huid is een beetje droog. Dus dat was verder ook de avond. Ik zat met Naat nog even te appen over Animal Crossing. Die had ik heb heel veel plantjes of nee, bloemen staan. Dus ik zeg, ja, dan moet ik elke keer die bloemen gaan verkopen. Oh, zegt ze, ik gooi ze gewoon in de kliko. Ik zeg, heb jij een kliko dan? Ja, zegt ze, je kan een vuilnisbak neerzetten en daar die bloemen in gooien. Dus het gaat super snel. Dus nou kan ik veel sneller het allemaal leeg spelen. En bloemen leveren toch niet zo heel veel op. Dus dat maakt op zich niet uit.
Ik ga nu zometeen eventjes een video opnemen. En ik moet eventjes een paar gaten boren. Want ik heb wat dingetjes bij IKEA gehaald die opgehangen moeten worden. Omdat ik de shoplog volgende week online ga zetten, ga ik die dan ook pas opnemen. Dus ga ik de spullen ook nog niet ophangen. Maar omdat ik morgen de slaapkamer ga schoonmaken, dan hoef ik niet volgende week op die schone slaapkamer de gaten te boren. En overal weer dat heb ik overal weer dat vieze spul, weet je wel, van het borstel. Dus dat ga ik dan mooi, kan ik dan mooi alvast eventjes doen. En dan kan het volgende week allemaal mooi opgehangen worden. En ik ga even bullet journalen. Maar ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ga ik alles klaarzetten voor de video. Dus tijd om wat te gaan doen. Zo, ik ben ook weer klaar. Ik heb nog eventjes mijn bruine spray van mijn Betty heb ik even in de wasmachine gedaan. Dus ik had toch het idee dat er wat zaagsel op zat. Dat vind ik dan niet zo lekker. Ik denk nou, ik was hem gewoon eventjes. Ik heb de gaten in ieder geval geboord, dus dat is mooi. Dan morgen lekkere zooi opruimen. Ik heb het wel plaatselijk gedaan, maar morgen ga ik het heel grondig doen. Dus daar heb ik wel zin in. De video is niet zo'n heel succes geworden, heb ik al gemerkt. Ik ga hem wel gewoon plaatsen, want ja, sommige video's, sommige dingen lukken ook gewoon niet. En ik vind dat je daar ook eerlijk over moet zijn. Maar goed, jullie hebben de video als deze vlog online komt inmiddels al wel gezien. Ja, en ik zie wel hoe het ontvangen wordt. Ik heb spiraal getekend en ik vond het echt heel moeilijk. Het viel niet mee. Het is compleet niet geworden als wat het had moeten worden. Maar ik ga er nog wel eens eventjes verder op zin spelen. Maar weet je, het is ook een first impression. Dus ja, ook dat kan soms misgaan. Ik heb even lekker gebullet journaled. Dus dat was ook wel weer fijn. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan douchen en eten. Vanavond heb je Marble Mania met de Roelvinkjes. Dat ga ik wel kijken. Dat lijkt me wel leuk. Daarna ga ik even de laatste aflevering van Down the Road kijken. Ik moet foto's bewerken en ik ga weer naar de Sinner kijken en witsen vanavond. Dus niet een hele interessante avond. Mijn batterij is nu leeg, dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga wel even mijn nagellak eraf halen straks. Maar goed, ik moet mijn batterij in ieder geval gaan opladen en ik ga verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 18 februari. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb hier een vlekje en ik weet niet wat het is. Nou, ik krijg het ook niet zo makkelijk weg. Het is stormachtig. Het regent. Het is koud. Er is een hele heftige storm voor vandaag afgegeven. Hij heeft ook weer een naam en er zou nog heftiger zijn als de vorige storm. Treinen reden vanaf 2 uur vanmiddag al niet meer. Vliegtuigvluchten die zijn ook al afgelast omdat het gewoon niet verantwoord was om dat te doen. Dus ja, er wordt wel heel wat verwacht. Ik moet zeggen, hij is nu nog niet heel heftig. Het valt me nu nog mee. Ik weet niet of hij nog heftiger wordt. Het is ook het ene deel van het land is code rood. Het andere deel van het land code oranje.
Dus ja, we gaan het wel zien wat het gaat doen. Dus, maar ja, ik hoop in ieder geval maar dat er geen ongelukken gebeuren en dat er geen dingen kapot waaien of zo. Want dat vind ik altijd wel, ja, wel een beetje vervelend. Ik ben op zich niet heel bang voor storm. Alleen als het echt heel hard gaat en je loopt erin, dan heb ik zoiets, vind ik minder prettig. Maar ja, ik zit gewoon in huis, dus ik heb er verder niet heel veel last van. Ik heb gisteravond Marble Mania gekeken. Was wel heel leuk. Met de roelvinkjes. Ik heb er ook wel echt om gelachen. Maar het was wel heel leuk. Ook goede doelen hadden ze waar ze voor speelden. Dus ja, ik heb er wel van genoten. Daarna ben ik Down the Road gaan kijken. Dat was de laatste aflevering. En ze gingen parachute springen. Het grappige was, vorige week gingen ze paardrijden. En eigenlijk zeiden een aantal van die mensen, die waren super bang op een paard. Want ze vonden het te hoog. Of ze waren gewoon echt bang voor een paard. Dat kan natuurlijk ook. Nu gingen ze parachute springen en ze werden helemaal blij. En ze vonden het allemaal helemaal leuk. En van één meisje was het ook de wens. Die vond het uiteindelijk toch wel heel erg spannend en moest ook wel eventjes huilen. Maar heeft uiteindelijk wel gesprongen. Ze hebben eigenlijk bijna allemaal gesprongen. Eén jongen die durfde echt niet, dus die heeft het niet gedaan. En dan had je eens zo'n jongen, die ging in zijn nette pak. Ja, hoef jij geen pak aan, zegt Gordon. Nee, ik ga in mijn nette pak, want ik ga springen als James Bond, zei hij. Nou, helemaal leuk. En dan zei ik zo, te doen, te doen. En dan zat hij zo met zijn vingers zo'n pistooltje te maken. Ja, was heel grappig. Ik heb daarna even de foto's bewerkt. Ik moet de laptop weer een beetje opruimen, want die is weer een beetje vol. Ik had heel veel leuke reacties op de vlog. Superleuk. Het is allemaal even weer netjes beantwoord. Ik heb eventjes mijn nagellak er ook afgehaald. En ik heb de Sinner gekeken. Dat was ook weer spannend. En daarna had ik nog weer een witse. Dus ja, wat dat betreft wel een lekker avondje. Ik ga zo meteen lekker de slaapkamer doen, want ik heb gisteren gaatjes geboord. Dat heb ik jullie niet laten zien, maar kan jullie dat zo meteen wel even laten zien als ik daadwerkelijk op de slaapkamer ben. Ik wil namelijk volgende week even wat dingen ophangen die ik bij IKEA heb gehaald, maar ik wilde daar eerst een shoplog van opnemen. Zo kan ik het volgende week mooi ophangen, maar ik dacht dan boor ik alvast de gaten omdat ik vandaag ga schoonmaken. En dat is ook heel erg hard nodig, want er ligt nog best wel veel, hoe noem je dat, zaagsel? Nee, eigenlijk niet. Het is geen zaagsel, maar in ieder geval het spul wat vrijkomt als je een gaatje boort van dat witte spul. Dus dat ligt er nog wel, dus dat moet ik even lekker, kan ik het lekker gelijk goed opzuigen. Ik had gisteren wel even met stoffen en blik weggehaald, maar het is niet helemaal goed gelukt. Dan kan ik het gelijk dweilen en dan kan alles weer mooi op zijn plek. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga even een wasje aanzetten en lekker mijn bed verschonen. Dus dat is eigenlijk ook wel de planning. Dus ik ga jullie ook gewoon meenemen. Dus ik ga eerst even een was aanzetten en hier even stofzuigen. En dan kan ik mooi eventjes alles klaar gaan maken om de slaapkamer te doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja, dat is het eigenlijk ook. Verder niet veel te vertellen. Dus ik ga lekker aan de gang. Ik zou jullie nog even de gaatjes laten zien die ik had geboord. Ik heb dus hier geboord en ik heb daarboven heb ik wat gaten geboord. En ik heb hier een gaatje geboord. Maar daar ga ik dus aankomende week de dingen ophangen. Maar dan hebben jullie in ieder geval gezien waar ik bezig ben geweest met boren.
Zo, ik film inmiddels even met mijn telefoon, want het kaartje van mijn camera zit vol. Die moet ik vanavond legen, maar dat geeft niet, want ik moet toch editen. Maar oeh, de slaapkamer is wel weer schoon, maar het is wel troep, hoor, dat borstel. Ik had wel het een en ander weggehaald, maar je blijft altijd wel dingen hebben die blijven liggen. Dus het was echt weer een troep, maar ik heb het in ieder geval weg. Het is natuurlijk handiger ook als je boren met z'n tweeën doet, maar ja, dat is in mijn geval heel lastig. Want ik wil dat dan à la minuut doen. En dan zou ik eerst moeten wachten tot er iemand bij me is die zou kunnen helpen. Dat iemand de stofzuiger eronder houdt en dat de ander kan boren. Maar goed, ja, dat is niet zo makkelijk als je alleen bent. Dus ik heb het uiteindelijk wel gewoon voor elkaar gekregen om weg te krijgen. Maar ik vind het wel troep. Maar alles is lekker schoon. Ik heb lekker een schoon bed. Dus dat is heel fijn. Ik had mijn sjaal willen meewassen. Die ben ik vergeten, want die lag nog vrolijk op mijn koelkast, want die was in het water van de katten gevallen. Dus ik dacht, oh, eigenlijk zou ik hem even mee moeten wassen. Maar ja, goed, ik had de was al aan. Toen zag ik ineens een sjaal. Toen dacht ik, chips, die had ik mee willen wassen. Dus dat was niet zo slim. Maar goed, ik heb net alles lekker opgeruimd. De katjes hebben net hun eten gehad. Dus ik ga zo nog even lekker relaxen en even mijn vocht bijvullen, want ik heb best wel dorst. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En vanavond uiteraard weer Flikken Maastricht. Heel veel zin in. Ze hebben nu, volgens mij was vandaag de laatste filmdag, want ze hadden best wel veel achterstand ook door corona. Dus vandaag was de laatste filmdag, dus het kan zijn dat we een beetje gaan achterlopen, maar we gaan het wel zien. Sowieso kon je al niet meer vooruit kijken, want zover hadden ze het nog niet af. Dus, maar ik heb er in ieder geval wel zin in om vanavond weer te gaan kijken. Daarna ga ik nog even Nieuw Amsterdam kijken, want daar ben ik mee begonnen. Oh, dit truitje wordt een beetje dun. En dan kan ik daarna even de video in elkaar zetten en eventjes mijn blogpost schrijven. En dan ga ik daarna lekker weer de Sinner kijken. En vanavond kijk ik weer Dokter 12, daar ben ik ook bijna doorheen. En dan denk ik dat ik maar eens eventjes ga beginnen aan Mokromafia. Maar daar heb ik gewoon expres even mee gewacht, omdat er maar elke week een aflevering online komt. En ik vind het lekkerder om zo'n seizoen in één keer door te kijken. Maar goed, dat zijn de plannen. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Want ja, ik ben nu best wel moe, maar ik heb het wel heel warm gekregen. Dat scheelt weer. En ik moet zeggen, de storm valt hier echt reuze mee. Ik had het erger verwacht. Ik weet natuurlijk niet wat er verder nog komt. Maar nou, ik verwacht niet zo heel veel meer. Dus gelukkig valt het hier wel mee. Goed, ik ga nu lekker relaxen. Ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is even kijken, volgens mij is het 19 februari. Ja, het is 19 februari. Ik ben klaargemaakt. En de storm is inmiddels weer gaan liggen, gelukkig. Ik heb zelf geen schade gehad. Alleen mijn kliko's waren opengewaaid. Die heb ik al wel weer eventjes dicht gedaan. Want ja, anders gaat je afval waaien. Dat moet je ook niet willen. Mijn moeder had helaas wel heel veel schade. Haar hele carport was ingestort. Die was ook al wel wat ouder en die was gewoon echt helemaal losgekomen. En dat was ook heel gevaarlijk. Die is inmiddels ook al weggehaald en afgevoerd. Want ja, dat kon niet blijven staan. Dus er komt wat nieuws voor in de plaats. Ik hoorde helaas op het nieuws wel dat er ook slachtoffers zijn gevallen door de storm. Doordat bomen omwaaiden. En ja, wel super heftig. Toch wel weer heel erg dat er dan toch ook wel weer slachtoffers bij moeten vallen. Ik had eigenlijk net de vlog voor gisteren afgesloten en een paar minuten later ging de storm ineens wel heel erg tekeer. Want ik zei nog tegen jullie, het valt nog wel mee, maar daarna ging het echt wel heel erg tekeer. Dus het heeft echt wel goed gewaaid, maar ik ben niet bang geweest of zo en dat is wel fijn. De katten vonden het heel interessant. De hertje zat heel geïnteresseerd voor het raam te kijken hoe hard de bomen heen en weer gingen. Dus die vond het wel interessant. Ik heb gisteravond lekker Flikken Maastricht gekeken. Was weer heel erg spannend en heel erg leuk. Dus daar heb ik echt heel erg van genoten. Daarna heb ik even Nieuw Amsterdam gekeken. Ik heb de video in elkaar gezet. Er komen trouwens heel veel leuke reacties op. Vind ik super leuk, want het was eigenlijk niet helemaal goed gegaan. Maar toch wel leuk dat er hele lieve reacties op komen, ondanks dat het resultaat eigenlijk niet uitzag. Ik heb ook mijn blogpost geschreven, dus dat is ook super fijn. Dus wat dat betreft best wel lekker bezig geweest. Ik heb de Sinner gekeken en daarna had ik Dok 12. Dus het was een prima avond. Mijn boek is bijna uit. En als het goed is, heb ik nu een boek die het wel doet. Want ik had een nieuw boek binnengehaald en die deed het niet. Er zat een soort beveiliging op. Die kon ik niet openen op mijn e-reader. Dus ik hoop dat deze het wel doet. Dat ga ik vanavond even proberen. Dan ga ik daar al in beginnen. Ik heb wel lekker geslapen in mijn schone bedje. Dat vind ik altijd zo lekker.
Vandaag op de planning. Ik ga zo meteen mijn schoenencarousel opruimen. Ik heb namelijk bij de IKEA een nieuwe kast gekocht. Dus eigenlijk al even een kleine sneak peek. Want de shoplog moet nog online komen. Maar die kast kan ik sowieso alleen maar op een plaatje laten zien. En niet omdat ik hem vasthoud. Want die is heel zwaar. Daar hebben we ook heel veel ellende mee gehad met die kast. Die moesten we naar boven tillen. En ik was natuurlijk op mijn hakken. Dat was heel zwaar. Dus ik moest die doos ook al openmaken. Ik heb die kast in delen naar boven getild. Maar die wil ik, dat wordt dus mijn nieuwe schoenenkast. Want ik wilde eigenlijk een schoenenrek. Maar dat gaat toch niet werken. Dus ik heb nu een kast. Dus ik ga eventjes meten hoe alles dan gaat passen. En dan ga ik in ieder geval de carousel opruimen. Misschien al een beginnetje maken met het in elkaar zitten van die schoenenkast. Maar ik moet even kijken. Maar in ieder geval als die carousel weg is, heb ik ook meer ruimte. Dat gaan jullie straks zien. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ga nu eerst eventjes gauw stofzuigen en de bakken scheppen. En dan gaan we naar boven. Ga ik lekker een muziekje aanzetten. En dan zal ik jullie even laten zien wat de planning is. Inmiddels ben ik boven. Dit is de schoenencarousel die er nu uitgaat. Hij staat precies in het midden. Dus de deur kan ook niet dicht. Dus die ga ik er nu gewoon uithalen. Ik heb hier de doos er nog van. Dus daar kan die mooi terug in. Dus ik ga jullie neerzetten. Dan gaan we eerst de schoenen eraf halen. En dan deze carousel uit elkaar halen. Oké, het begint al vorm te krijgen, de kast, maar ik ga morgen verder, want ik ben het nu zat. Ik ga nu nog eventjes lekker wat creatiefs doen en even mijn nagels bijwerken. Want ik krijg deze twee draaidingetjes in, dus die zijn die, zeg maar, die gaatjes. Dus dat is een beetje lastig, maar ik ga hier dus morgen even mee verder. Dan kan ik nu nog eventjes gewoon even wat voor mezelf doen, want ja, het is best wel veel werk en op zich helemaal niet erg. Maar ik ben voor nu gewoon eventjes een beetje moe, dus ik ga het nu gewoon eventjes laten rusten. Nou, klaar. Kast bouwen ging op zich makkelijk, alleen die twee rondjes die krijg ik er dan nog niet in. En ik had op een gegeven moment zoiets, dan word ik een beetje moe, dan kan ik beter stoppen en morgen even verder gaan. Want ik ben eigenlijk al bijna rond, dus het is best wel snel gegaan. Het was niet heel erg moeilijk, moet ik zeggen, dus dat viel eigenlijk reuze mee.
Ja, ik wilde het toch alvast gewoon in elkaar gaan zetten. Want nu is het gewoon echt nog weer een puinbende. En dan kan dat gewoon op zijn plek. Ik ga er met mijn coach even naar kijken hoe we het beste neer kunnen zetten. Ik heb zelf al wel een idee. Dus het is wel leuk om daarmee bezig te zijn. Maar ja, op een gegeven moment, soms moet je dingen ook gewoon even in twee delen doen. Dan kan je wel leuk door blijven zetten en jezelf helemaal uitputten. Maar dan vind ik het ook wel fijn om gewoon nog even mijn hoofd een beetje leeg te maken door een beetje te bullet journalen. Dus dat heb ik lekker eventjes gedaan. Wat ga ik verder doen? Ik ga zometeen even lekker relaxen. Ik ga straks even lekker eten bestellen, heb ik besloten. Daar heb ik wel zin in. Is alweer eventjes geleden, dus dat is wel even lekker dan. Vanavond ga ik weer weet ik veel spelen. We gaan gewoon weer een poging doen. Dat het waarschijnlijk niet goed zal gaan, hè, dat neem ik wel voor lief. Maar ik heb er op zich wel zin in. Dan ga ik het roer omkijken vanavond. Je hebt ook nog Ajax om 18:45. Dus dat moet ook nog aan. Dus ik heb gewoon weer meerdere beeldschermen. Want ik wil natuurlijk gewoon weer alles zien. Ik ga sowieso de vlog over het grootste gedeelte in elkaar zetten. En verder ga ik de Sinner kijken. En dan heb ik vanavond weer Doc 12. Dus dat wordt verder ook eigenlijk de planning. Dus niet heel bijzonder of zo, maar gewoon eventjes wel lekker. Ik ga nu in ieder geval lekker even relaxen. En ja, dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Ik heb wel een beetje zere vingers van het bouwen van die kast. Maar op zich niet heel erg. Als ik morgen maar die twee rondjes erin krijg, dan ben ik alweer een heel end. En dan is het ergste eigenlijk al wel gebeurd. Je moet alleen even vastgespijkerd worden. Maar het viel op zich viel het ook wel mee. Alleen soms is het handiger als je met twee mensen zou zijn. Want ik moest die grote zijkant, die moest er bovenop. En op zich ging dat wel. Dus ik heb het gewoon met heel veel beleid gedaan. Toen is het wel goed gegaan. Maar soms is het wel lastig in je eentje. Maar ik wil het dan toch per se doen. En dan wil ik niet wachten tot dinsdag, totdat mijn coach eventueel kan helpen. Ik wil het dan op dat moment doen. En het is gelukt. Dan ben ik ook weer trots dat het is gelukt. Dus ik ben voor nu wel heel blij. Ik ben blij als dat allemaal staat. En als ik dan de IKEA-shoplog ook heb opgenomen, dan kan ik alles verder ook gaan inrichten. Dan kan ik verder met de knutselhoek. Maar dan ga ik jullie allemaal in meenemen in de vlogs. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. En ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Ik had eigenlijk al afgesloten, maar ik heb net mijn eten binnen gehad. En kijk, ik heb lekker patatjes. Ik heb een nieuw snackbarretje uitgeprobeerd. Frikandelletjes. Dus ik ga hier lekker van genieten. En dan ga ik Ajax kijken. Dus dat ga ik doen en dan zie ik jullie morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 20 februari. Het regent dat het giet. Het is ook wel weer aan het waaien. Er is een nieuwe storm op komst. Storm Franklin. Volgens mij komt hij morgen het land binnen. Dus het is even afwachten. Hopelijk wordt het niet zo erg als vrijdag. Nou, ik had gisteravond dus nog eventjes gevlogd. Want ik was heel enthousiast over mijn eten. Het is hier namelijk best wel moeilijk om eten te bestellen. We hadden dat de laatste keer met Nathalie ook. Toen wilden we ook bestellen. Maar ja, het is gewoon niet zo makkelijk. Soms vind je een heel goed tentje. Maar die stoppen er soms weer mee. En deze was dus nieuw. Dus daarom had ik het geprobeerd. Hij was heel goedkoop. Want ik was maar 11 euro kwijt. Dat was inclusief de bezorgkosten. Ze bezorgde ook al vanaf 10 euro. Dus dat was op zich wel heel lekker. En de bezorgkosten waren dus maar 1 euro. Dat vond ik echt wel heel goed. In dit dorp zelf bezorgt helemaal niemand. Dus ja, het was wel heel fijn dat er dus nu wat was wat bezorgd. Het kwam dan wel niet hier vandaan, maar wel uit de omgeving, zeg maar. Maar het was ook gewoon nog heel goed warm. En dat vond ik echt wel een heel groot pluspunt. Dus vandaar dat ik best wel enthousiast was. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. Was wel weer heel leuk hoor. Maar bij de laatste ronde kon ik weer niet meedoen. Want toen viel de app weer uit. En toen kreeg ik hem niet meer opgestart. Dus dat was wel jammer. Ik had hem niet verbonden met de televisie. Dus er ging iets niet helemaal goed. Maar goed. Ja, dat is wel jammer. Vooral want die laatste vragen die wist ik dan nog. Had ik nog best wel geweten. Dus dat is best wel jammer. Maar goed, het was wel weer leuk om mee te spelen. Daarna heb ik het roer omgekeken. Dat vond ik heel gekkig. Ja, ik kan het niet eens helemaal uitleggen. Maar ze hadden een soort apart met beelden en zo. En die aanbidden ze. En nou, ik vond het gewoon een beetje gekkig. Was ook de laatste aflevering. Ik heb nog een klein stukje gezien van Battle of the Bands. En de Queen, dat is een, ja, dat was een programma. En er gingen dus bands die gingen tegen elkaar battelen. Dat waren dus bands die, de een, dat was Billy Joel. Je had ABBA, je had Queen. Nou, Queen was de grote winnaar, had ik ergens ook wel verwacht. Want die waren ook best wel heel erg goed.
Dus ja, die gaan dan een concert geven. Dus dat was nog wel leuk. Ik heb de vlog in elkaar gezet voor het grootste gedeelte. Toen heb ik de Sinner gekeken. En ik wilde Doc 12 kijken, maar hij gaf ineens aan dat ik er al doorheen was. En volgens mij klopte dat niet. Toen heb ik maar Buurvrouw en Buurvrouw gekeken. Ja, dat zijn van die hele korte filmpjes. Dat was van Linda TV. Slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar op zich was het wel grappig. En toen keek ik later. Toen bleek dus dat ik nog wel een aantal afleveringen had gehad van Doc 12. Dus nou, daar ga ik dan vrijdag wel weer mee verder. Dus ja, het was even jammer dat dat misging. Ik ga even stofzuigen en de groenten afhalen. En dan ga ik even verder boven met de kast. Even proberen of dat het lukt. En ik ga straks even foto's maken. Dus ik laat jullie sowieso even de fotospullen zien. Maar ik ga nu eerst gewoon eventjes wat doen. Het is ook best wel koud. Dus maar als ik met die kast bezig ga. Ik hoop dat het een beetje lukt. Want ja, die twee dingetjes die wilden er niet zo goed in. Dus dat ga ik nu even proberen. En dan ja, zie ik het allemaal wel. Dus dat ga ik nu mooi eventjes doen. Dus ja, dan ga ik daar maar eventjes aan beginnen. Ik had tijdens het eten trouwens Ajax gekeken. We hebben wel gewonnen hoor, met 1-0. Maar het was niet een hele spannende wedstrijd. Dus dat vond ik wel jammer. Maar gelukkig hebben we toch 3 punten behaald. Dus dat is wel het belangrijkste. Dus ach, daar was ik wel weer blij om. Is af. Het was wel eventjes een klus, maar hij staat nu. Dan kan ik hem van de week op zijn plek zetten en dan kan hij ook mooi ingericht worden. Waarom? Nou, het zal wel. Dit is een beetje gekkig, want waarom? Nou ja, het zal wel zo horen. Ja, ik ga hem dus van de week even inrichten. Het kan zijn dat ik de planken nog iets ga verplaatsen, maar dat kan ik dus zelf doen. Maar voor nu ben ik in ieder geval blij. Ik heb er al eerst een paar schoenen op gezet, dus ik ga nu even fotospullen uitzoeken en dan ga ik eerst even lekker foto's maken. Zo, ik heb even de fotospullen. Ik heb een oogschaduwpaletten van Essence die ik ga proberen. Ik heb hier een aantal lakjes van de Clean and Strong Nail Line. Deze. 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 En deze. Dit is de 6 Vibrant Magna. Dit is de 7 Juicy Terra. Dit is 3 Rainbow. En dit is 01 Pink Clouds Sheer. En dan hebben we hier nog de 2 Mooney Fog. En een aantal producten uit een trend editie van Patrice Over de Wenkbrauwen. Dit zijn soapstylisten. Ik heb daar ook een fixing spraytje bij. En een penseeltje. Dus ik ga nu hier mooi even foto's van maken. Zo, kastje staat. Was wel eventjes een lastige klus, maar het is in ieder geval gelukt. Moet alleen even van die schoenverdelers halen, want anders past het nog niet. Maar dat komt wel goed. Volgens mij hebben ze die ook bij Zeeman of zo wel. Dus ik ga wel even kijken. Foto's zijn gemaakt, maar ik voelde allemaal wel een beetje stress. Want het ging iets trager dan ik wilde. En dan denk ik van, oh, dat heb ik soms gewoon eventjes. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Toen op een gegeven moment vloog ook de stroom er nog uit. Dus ik kwam naar beneden van, is die gesprongen? Dat was niet zo. Gelukkig deed de stroom het later weer. Het was gewoon even een korte storing, denk ik. Dus dat was wel even vervelend. Maar het is in ieder geval klaar. Dan kunnen we volgende week weer verder met klussen. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik Wie van de Drie en Ontvoerd een groot deel. Daarna ga ik even foto's bewerken en ik heb vanavond ook weer de Sinner en Witse. Maar ik moet even een groot deel van de laptop leegmaken, want die zit heel erg vol. Dus dat moet ik ook eventjes doen.
Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen, want ik voel mijn rug wel. Dus ja, ik ga bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Ik ga nog wel even mijn nagels lakken vanavond. Maar daar hou ik het ook lekker bij. Dus tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 21 februari. Ik ben klaargemaakt, maar ik baal een beetje. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. En ze zijn nu al gechipt. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Deze hand is het ergst. Kijk, je ziet al heel erg chips. Ik had dit kleurtje erop gedaan. Catrice Gold. Effect Nail Polish deze. Dit is de 07 Lustrous Seduction. Maar ik weet niet wat er mis is gegaan. Want het zit er nog geen 24 uur op. En het is al heel erg beschadigd. Dus ik weet het niet. Ik baal er wel een beetje van. Maar het heeft ook geen zin om ze echt bij te gaan werken. Want morgen zullen ze met de boodschappen nog wel meer gaan beschadigen. Ik zal het morgenavond wel weer opnieuw moeten doen. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga zo meteen eventjes hier de schoonmaakdingetjes doen. Daarna ga ik nog even de was opvouwen. Want ik heb ook een beste was. Die moet ook even opgevouwen worden. Kan die van de week ook weer de kast in. Moet even vuilniszakken naar de kliko brengen. Ik heb er hier eentje. Die is vol in de bak. En ik heb er van bovenkant er dan eentje bij. Want ik kan niet aan de weg. Want die komen morgen. De storm valt nog wel mee. Gisteravond begon het wel flink te waaien. Dat was wel eventjes heftig. Maar ja, op zich moet ik zeggen dat ik er niet heel erg veel last van heb gehad, gelukkig. Ja, de regen tikte heel erg tegen het raam. En op een gegeven moment begonnen twee lampjes hier tegelijkertijd te knipperen, kort achter elkaar. Toen dacht ik van, nee, de stroom zou er toch weer niet uitgaan. Maar dat was dus niet. Dus ik weet niet zo goed wat dat was. Misschien of het door de wind is gekomen. Ik had op een gegeven moment zoiets van, ik woon in een spookhuis. Dus dat was een beetje gek. Ik heb Wie van de Drie gekeken gisteravond. Daarna Ontvoerd. Laatste aflevering, vanavond moet er even nog het laatste deeltje van kijken. We hadden al wel een beetje een gekke wending, dus ik ben wel benieuwd. Foto's bewerkt. Ging ook op een gegeven moment niet zo makkelijk meer, want mijn fotoprogramma die wilde niet echt meer meewerken. Dus die moet ik even opnieuw installeren. De Sinner gekeken vanavond, de laatste aflevering. Dus ik ben wel erg benieuwd hoe dat eindigt. En daarna had ik Wits en daar ben ik nu ook bijna doorheen. Dus vanavond en morgen nog, dan is dat ook afgelopen. Dus ja, dat was het eigenlijk wel. Ik ben een nieuw boek begonnen. Is wel super leuk. En ja, op zich verder prima. Nou ja, ik ga nu eventjes mijn dingetjes doen. Dan moet ik even die zak van boven naar beneden tillen. Die zal best wel zwaar zijn. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ja, even een muziekje aan en dan eventjes lekker dingen doen. Even hun bakken ook weer doen. En de douche in de gang en dan is dat weer mooi klaar. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer mee. Dus ik ga nu mooi even wat doen. Klaar. Dat hebben we net gegeten.
Er was in ieder geval opgevouwen van de week even in de kast doen. Best wel even wat werk, maar het is mijn schuld. Ik ben er ook gewoon niet echt heel erg constant mee. Dan gooi ik het in de wasmand en dan denk ik, oh ja, nu moet het wel even opgevouwen worden. Ik heb zelfs 2 vuilniszakken in de kliko gekregen, dus dat was wel mooi. Dus die staat nu mooi al aan de weg. Kan die morgen geleegd worden, want ja, dan zijn we die troep die Nathalie en ik hebben opgeruimd dus al kwijt. Nou, verder is alles gewoon lekker schoon weer. Vandaag lak is ook weg trouwens, want het was nog meer gaan beschadigen. Ik trok mijn handschoenen uit en het zag er nog lelijker uit. Ik denk, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Die kan ik niet tegen, dus ik ga vanavond even kijken wat ik ga doen. Misschien dat ik er nog iets anders op doe. Ik moet er nog even over nadenken. Maar dit was in ieder geval niet om aan te zien. Want je zag gewoon echt hele witte delen van mijn eigen nagels. En de zon gaat nu heel ver schijnen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik denk dat Nathalie en mijn moeder in Lente straks nog even zullen bellen. Dus dat is wel gezellig. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen en eten maken. Vanavond heb je Help mijn man is klus. Volgens mij best wel een heftige aflevering. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga even het laatste deeltje van Ontvoerd kijken. En wil ik even een extra video in elkaar zetten dat die morgen online kan komen. En even mijn blogpost schrijven. En ook eventjes kijken naar het programma dat ik die weer even goed aan de praat krijg. En verder heb ik vanavond dus de laatste aflevering van The Sinner van seizoen 3. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit eindigt. En heb ik nog witsen, dus dat wordt verder eigenlijk ook de avond. Dus verder niet heel bijzonder. Ik heb hier een heel klein sneetje. Die doet echt super zeer. Ik had er een pleister op geplakt, maar die zat ook al in mijn handschoen. Dus ik heb het er nu maar afgehaald. Maar het toch maar even aan de lucht laten drogen. Want ik denk dat het gewoon beter is. Dus dat is eigenlijk de planning. Dus ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. En ja, dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 22 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het alleen een beetje koud. Ik heb zo'n nieuw shirtje aan die ik bij Trekpleister had gekocht. En hij is heel leuk, maar hij is eigenlijk een beetje te fris voor de winter. Dus het is meer een lente shirtje. Ja, ik ga straks boodschappen doen, maar ik heb nog niet gehoord hoe laat mijn coach er is. Dat is nog even afwachten. Dus ik ga in ieder geval gewoon zo meteen even stofzuigen en zo. En dan wacht ik het wel even af hoe laat zij er is. Meestal rond 1:30, maar ik heb nu nog niks gehoord. Gisteravond heb ik Help mijn man is klus gekeken. Was wel een beetje bizar. Best wel een luxe huis. Zwembad in de tuin hadden ze. Sauna, jacuzzi, van alles. Maar het huis zelf was echt amper af. De woonkamer zag er niet uit. De keuken was ook een beetje een rommeltje. Het was wel een heel ding, zeg maar. Dus het was niet... Nee. Ik stond eigenlijk een beetje met mijn... Met me te kijken dat ik denk van nou, een beetje apart. Uiteindelijk wel heel mooi geworden. Maar die man ook, ja, een beetje grote mond erop. Hij was heel erg steeds grapjes aan het maken en zo. Ik vond zijn humor niet zo leuk. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Daarna heb ik even Ontvoerd afgekeken. Het had ook wel een beetje een aparte wending gekregen. Dus was ook de laatste. Dus in ieder geval, ja, ik vind het dan wel heel interessant om te zien hoe het afloopt. Maar goed, die kinderen bleven dus uiteindelijk wel bij die moeder. En die moeder die was eigenlijk al de jeugdzorg uit de macht gezet. Want dat ging ook, want die kinderen werden verwaarloosd. Ik snapte het allemaal niet zo. Maar ja, dat gaat in het buitenland heel anders dan in Nederland. Ik heb de video in elkaar gezet voor vandaag. Die staat al online. Ik heb eventjes mijn blogpost geschreven. Toen ben ik de Sinner gaan kijken. Laatste aflevering van seizoen 3. Die vond ik wel heel spectaculair. Ik had hem niet zo verwacht. Maar wow, hij was wel heel spannend. En daarna heb ik witsen gekeken, dus dat was het verder ook wel. Ik heb toch nog wel even het kleurtje er weer op gedaan. Om te kijken hoe lang die het nu volhoudt. Kijk, is die vanavond weer heel erg beschadigd? Dan ga ik er wat anders op doen. Maar ik dacht, ik wil toch nog een kans geven. Want er is gewoon iets niet goed gegaan zondag met het lakken van de nagels. Dus ik hoop dat die nu iets langer volhoudt. Ik ga nu eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ben ik in ieder geval klaar. En dan wacht ik wel even af hoe laat mijn coach er is. Ik heb nog wel even een gezellige video gebeld met Nathalie, Lente en mijn moeder gisteren. Was al heel leuk. Lente was weer allemaal kusjes aan het geven. En was weer steeds aan het proosten. En dan moest ze lachen. En dan doe je een soort verstoppertje met haar. Vindt ze helemaal leuk. Ze was heel schattig. Mocht ze op een gegeven moment televisie kijken, komt ze al met haar stoeltje aangedragen. Ze heeft zo'n heel zacht stoeltje die ze heel makkelijk zelf kan dragen. Hij is echt sterk, super schattig om te zien. Ik ga nu eventjes wat doen en dan ja, ga ik het allemaal wel eventjes aankijken hoe het verder gaat lopen.
terug van de boodschap al eventjes. We hadden eventjes wat dingen gedaan die we nog moesten doen op de laptop. We hebben even boven gekeken omdat ik de schoenenkast in elkaar had gezet. Maar ik heb een pakketje binnen. Dat is... Ja, er zit heel groot verpakt. Kijk, deze opberger voor mijn Nintendo Switch zou ik zeggen. Nee, voor mijn Apple TV. Dit is een... Ik kan hem er even uithalen, want hij zit gewoon zo dicht. Er zit ook een touwtje aan. Dat is dus eentje voor mijn afstandsbediening. En hier kan de Apple TV dan in. Dan is hij net wat beter beschermd. Die ga ik er morgen eventjes mooi mee doen. Die wil ik morgen mooi eventjes doen. Die had ik binnen gehad. Ik vond het toch wel een fijn idee dat hij gewoon even wat beter beschermd is. Een touwtje. Ik weet niet eens of het touwtje eraan kan. Oh ja, die kan daar. Nou, die was vroeger binnengekomen dan ik dacht eigenlijk. Dan heb ik, even kijken hoor, frikandellen. En ik heb nog een pakketje, die zal ik zo even laten zien. Ik heb een broccolietje. Ik heb een flesje olie, want ik wilde eigenlijk zo'n klein flesje halen. Die ben ik, was ik vergeten bij de boni. Ik heb even bleek gekocht. Dat is volgens mij alles wat hier voor een plus in zat. Oh ja, nog frietsaus. Heb ik ook. Moet ik even kijken waar ik dat... Oh ja, deze had ik nog. En dat zijn touwtjes voor aan mijn telefoonboesje. Ik heb dus nu een telefoonboesje. En daar heb ik gewoon wat touwtjes voor gekocht. Want dan kan mijn koordje weer aan. Ik heb zo'n nekkoord. Maar dat stukje wat er eigenlijk in hoort, die past daar dus niet aan de onderkant in. Dan sluit het hoesje niet mooi af. Ik zal het even laten zien. Kijk, aan de zijkant van mijn hoesje hier zitten twee gaatjes. En daar kan dus dat een koordje doorheen. Dus die kan ik er dan mooi eventjes aan maken. Dan kan dat koordje weer aan. Dan heb ik zwarma gekocht voor donderdag. Varkenszwarma trouwens, geen kipszwarma, daar hou ik niet van. Chocomel. Patatjes. Aardappeltjes. Handschoentjes. Boontjes. En dan heb ik nog een dagje van de Lidl. Daar zitten slavinkjes in. Spekreepjes. Gehakt. Een mondwatertje. En ik heb een zakje kauwgom meegenomen. Die wil ik dan in mijn tas doen. Ik vind het altijd wel lekker om kauwgom bij me te hebben. Maar ja, ik heb er eigenlijk nu niks in zitten. Dus ik heb nu gewoon zo'n zakje. Dat is even wat makkelijker. Dit waren alle boodschapjes. Ik ga dit mooi eventjes opruimen. Tijgertje die gooide straks de koffie om van mijn coach. Dat was even balen, dus ik heb nu even geen lopertje erop liggen. Want we waren eventjes bezig op de computer en flats gooide zo de boel om. Dus dit ga ik eventjes mooi opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen, want ik heb het koud. Ik heb net de verwarming wat aangedaan. Dan eten en dan nou, vanavond goede tijden en Married at First Sight. Ik ga de vlog afmaken. Ik ga eventjes foto's bewerken voor mijn blogpost van morgen. Vanavond begin ik weer, ga ik verder met de Sinner seizoen 4. Want daar ben ik natuurlijk al twee afleveringen of zo had ik daar al van gezien. Dus ik moet eventjes kijken, want hij begon alweer bij aflevering 1. Maar ik heb er natuurlijk al twee van gezien. En vanavond heb ik de laatste witsen, dus dat is het ook. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezichten drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Dus ja, dat eigenlijk. Oh ja, ik had trouwens ook kattengrit nog gehaald bij de welkoop. Maar dat ja, is zo groot, ik heb al één zak naar boven gebracht. Dus dat hoef ik verder niet echt te laten zien. Ik hoop je in ieder geval bij een volgende video weer te mogen zien. Dus bedankt voor het kijken. Doeg!